Welkom in het Westmaas-en-Waal van 2030. Wij laten u onze visie zien op het Appeltern, Altforst, Maasbommel, Alphen, Wamel, Dreumel, Beneden- en Bovenleeuwen van de toekomst. Begin deze eeuw kregen onze dorpen te maken met vergrijzing en ontgroening en daalde het aantal inwoners licht. Maar Westmaas-en-Waalers hebben zich tijdig voorbereid op deze uitdagingen door samen te werken en door het promoten van hun streek. We hebben op weg naar 2030 durven kiezen. Op locaties waar dorpsvoorzieningen onder druk kwamen te staan, zijn we nauw gaan samenwerken. Zo werken onze scholen samen om het beste onderwijs te kunnen bieden. Verenigingen werken samen om het verenigingsleven vitaal te houden. Accommodaties worden zo multifunctioneel mogelijk gebruikt. Ook vormt samenwerken het antwoord op vergrijzing. Westmaas en Waalers blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Op het moment dat thuiswonen niet meer gaat, zijn er zorglocaties in de gemeente. Nu, in 2030, doen grenzen er niet meer toe. We werken veel meer dan vroeger samen in de regio. De gemeente denkt met inwoners mee hoe hun ideeën werkelijkheid kunnen worden. Een slim systeem van communicatie zorgt ervoor dat partners en gemeenten van elkaar leren en op de hoogte blijven. Bereikbaarheid telt in de 21ste eeuw. Dat geldt voor fysieke en digitale bereikbaarheid. De 8 dorpen van Westmaas-en-Waal zijn onderling en van buitenaf goed bereikbaar. Dat geldt voor autobezitters, maar ook voor inwoners zonder auto. Digitale bereikbaarheid zorgt voor nauwe samenwerking binnen de dorpsgemeenschappen. De goede ICT-infrastructuur geeft inwoners de mogelijkheid om zelf activiteiten te ondernemen en problemen op te lossen in de dorpen. Daardoor is ook de bereikbaarheid en vindbaarheid van de dorpen voor toeristen vergroot. Naast het landschap worden meer dan vroeger ook de dorpen ingezet om toeristen naar de streek te trekken. We hebben op weg naar 2030 de cultuurhistorische kenmerken beschermd en bekendgemaakt bij inwoners en toeristen. Door promotie geniet het land van Maas-en-Waal landelijke bekendheid. Woningzoekenden weten de streek nu beter te vinden en bedrijven vinden het een aantrekkelijke vestigingsplaats. Voor al het wonen en werken geldt in de gemeente West-Maas-en-Waal duurzaamheid als uitgangspunt. Zo hopen wij dat ook de generaties na 2030 trots kunnen blijven op ons West-Maas-en-Waal. Op weg naar 2030. Wij zien u graag!